Ik vind het een mysterie. Maar ik ga er vandaag niet achter komen, denk ik. Bella, je gaat vallen. Kijk, die hele bank. Een soort van Dolby Mushroom geluid. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag, maandag 27 november. Ik ben Janneke van Huisje Weltevree. Ik vlog dagelijks met mezelf, mijn kinderen, gastkinderen die 3 dagen in de week zijn. En huisdieren staat alweer klaar aan het wachten. Dat is Bella, de Labrador. Die wil naar buiten toe. Dus ja, ik ga mezelf even goed in mijn jasmuts, want het regent echt pijpenstelen. Maar wat ik zo gek vind van deze herfst, is dat de bomen nog niet eens helemaal kaal zijn. Ze zijn hier wel alle takken van de bomen aan het afhalen, zag ik, de gemeente. Dus die hebben ook altijd iets van, ja, als het gaat vriezen, als er bladeren aan de bomen zitten en het gaat vriezen, dan storten straks al die takken naar beneden, omdat het te zwaar wordt. Daarom vallen de bladeren van de bomen. Maar dat is wel een beetje raar. Ik vind een beetje een andere herfst dan anders. Er liggen wel veel bladeren over de grond natuurlijk, maar er hangen er ook nog aardig wat in de bomen. Hoe kan dat? Ik vind het een mysterie. Maar ik ga er vandaag niet achterkomen, denk ik. Dus ik ga snel Bella uitlaten en ja, lekker havermoutje maken en zo, koffie. Zie je later. Vloggie is weer aan het renderen. Hele hoop administratie weggewerkt. Inmiddels is het 3:15. Ga ik heel even was in de droge gooien. En even wat eten. Even een snack of zo. Want ik ben gewoon vergeten te lunchen. Maar ja, het is straks alweer etenstijd. Ik ga boerenkool eten. Dus ik ga vast aardappeltjes schillen. Spekjes lekker erbij. Rookworstje. Dat is wel weer een voordeel van dit tijd van het jaar natuurlijk. Ja, ik heb nog wat dozen ook weg te werken. Kijk, die staan, staan daar. Die staan me nog heel leuk aan te kijken. Dus dan moet ik even in kleine stukjes doen. En in de papierbak. Dat wil ik nog even doen. Stofzuigen. Maar ja, dat kan op zich morgen ook. Want ik doe eigenlijk altijd opnieuw weer stofzuigen als Rosa komt. Want die speelt natuurlijk op de grond. En ja, na een nacht liggen die haren er toch alweer. En voor mij maakt het nu niet zo heel veel uit of het wel of niet stofgezogen is. En je hebt de hele bank laten zakken. Bella, je gaat vallen. Kijk, die hele bank hangt er helemaal overheen. Ga er eens af. Ga er eens af. Ga er eens af. Zo. Die ook even. Heel die kussen. Even duwen. Hoppakee. Zo. Nou, je plekje is weer klaar, Bella. Kom maar, dan ga je er weer op. Ja. Ga ik de was doen. Ik heb wat leuks van Ali. Dat wil ik echt even met jullie delen. Ik wist niet dat het een box was. Ik dacht dat het een soort handvat was voor achter op je telefoon. Hoe stupid. Maar er zat een kabeltje bij. En toen keek ik eens even goed. Toen zag ik een soort van randje dat op een box leek. Ik sluit hem aan op mijn telefoon. Tenminste, ik maak hem vast achter mijn telefoon. Ik zal even laten zien. Zo. Het is gewoon een soort paddenstoeltje. Maar het is een box. En kijk, ik kan nu de hummel. Ik wilde de hummeltjes gaan kijken. En die hebben dus nu een soort van Dolby Mushroom geluid. Kijk maar. Nou, goedemorgen. Welkom bij de hummeltjes. Vanaf vandaag gaan we weer het dagelijks vloggen oppakken. Een beetje. Hier komt het uit. Of een kort nachtje vanaf uit die paddenstoel. 2:30 aan de film mee geholpen de kruiken klaar te maken. Omdat ze niet los kregen met de vingers. Ja, daar ben ik wel blij mee. Het is echt een heel schattig dingetje. Ik geloof dat ik hem voor 6 euro of zo op Ali had gekocht. Omdat ik vond hem er zo schattig uitzien. Ik denk dat Michelle hem ook wel leuk gaat vinden. Dus ik denk dat ik hem nog meer ga bestellen. Een leuk kerstcadeautje of zo. Vonden de boom van die kleine pakketjes doen we altijd. En dan is het wel leuk, dat soort dingetjes. Ja, mag ik wel opschieten met bestellen. Deze duurde wel vrij lang voordat hij er was. Ik denk een maand of anderhalf, 6 weken zo'n beetje heeft het wel geduurd. Ik was hem alweer een beetje vergeten. Ik ga even helemaal eens kijken. Oh, dat was weer een lekker avondje zonder Reggie. Ja, lekker genoten. Het is niet gevlogd. Nee, want dat gaat niet als je Sons of Energy aan het kijken bent. Of serie of aan het editen bent. Kort dagje, korte vlog. Maar ik zie jullie allemaal morgen weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks. Kijk je dit in de ochtend, wens ik. Ja, een hele fijne dag vandaag. Doei, doei.